Meneer de wethouder, dames en heren. Namens het bestuur van de vereniging Moerwijk Morgen heet ik u van harte welkom op deze voor ons zeer bijzondere bijeenkomst ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan. Moerwijk Morgen, jullie laten eigenlijk al 10 jaar zien hoe dat hier in de praktijk gaat. Hoe je met vrijwilligers vanuit een gedachte, vanuit een eigenaarschap, zelf dus het initiatief hebt genomen. En dat is echt de manier van werken waar wij heel erg open voor staan, waarom we dat ook ondersteund hebben. Begin deze eeuw heeft de gemeente Den Haag het project Digitaal Wonen Moerwijk gestart. Een project wat als doel had om de oudere generatie in Moerwijk, de 60-plus generatie, laat ik het maar even gemakshalve noemen, kennis te laten maken met de ICT. Waarom wilde men dat? Men wilde daar geen techneuten van maken, maar men vond dat de oudere generatie, gelet op de ontwikkeling in de maatschappij, moest leren omgaan met computers en al wat iets meer zijn, omdat de maatschappij dat van de mensen zou gaan vragen. En er zou een moment komen dat men dat bijna zou gaan eisen. En hoe groot de inzet van vrijwilligers zoals u is, blijkt ook uit een onderzoek dat ik heb laten uitvoeren. En hieruit blijkt dat in totaal in Den Haag jaarlijks zo'n 17.000 FTE aan vrijwilligerswerk wordt gedaan. En dat is een heel groot aantal, maar dat zegt jullie misschien nog niks als er geen vergelijking in zit. Het is net zoveel als er in het totale Haagse onderwijssector werkzaam is. Dat is zo'n 16.000 FTE. Omgerekend zijn de vrijwilligers van Den Haag jaarlijks vertegenwoordigen die een economische waarde van 270 miljoen euro. Het project Digitaal Wonen Moerwijk is begonnen met het geven van kennismakingsbijeenkomsten, cursussen om de oudere wijkbewoners wegwijs te maken in de geheimen van de computer. Zoals het bij een project hoort, heeft een project een begin en heeft een project ook een eind. En wat gebeurt er dan? Dan vindt er een feestelijke slotbijeenkomst plaats, er wordt een prachtig eindrapport gepresenteerd. En als iedereen naar huis gaat, dan gaat men over tot de orde van de dag. Het rapport verschijnt in de la om er vervolgens nooit meer uit te komen. En de afgelopen periode hebben we daar heel flink in geïnvesteerd. Om die vrijwilligers te behouden, om ze enthousiast te houden, maar ook om nieuwe erbij te krijgen. Echter, niet hier. De gemeente en de projectleiding zeiden van, we zijn begonnen. De oudere generatie wordt alleen maar groter in de toekomst. De invloed van de ICT wordt steeds belangrijker. Dus wij willen eigenlijk de verworvenheden, wat we nu bereikt hebben in het project, waar we nog niet mee klaar zijn, overgeven aan de wijkbewoner. Je ziet hier, de vereniging Moerwijk Morgen was geboren. En daar stond ik dan als voorzitter. Met een vereniging, zonder leden, zonder geld, en met een computerlokaal, met apparatuur die inmiddels ook 4 jaar oud was, en waar je weliswaar wat mee kon, maar ook weer niet alles. Toen zei ik tegen de gemeente, kan je me even helpen? En de gemeente zei ja. Want wij hebben bepaalde doelstellingen, jullie hebben bepaalde doelstellingen. En als je dat hier zo samen kan laten komen, om op het gebied van ICT en ondersteuning voor ouderen wat te betekenen, dan vind ik dat echt heel erg belangrijk. Zo konden wij vrij snel starten en kon ik beginnen met het werven van leden, niet onbelangrijk. Het geven van cursussen, niet onbelangrijk, want dat was ons doel. En het zoeken van docenten die met ouderen om konden en wilden gaan. Zoals je misschien weet, krijgt de gemeente natuurlijk de komende jaren er ook forse taken bij. Deze taken die krijgen wij over vanuit de Rijksoverheid. En de vraag is natuurlijk op dit moment, zijn die middelen ook voldoende om de zaken die we belangrijk vinden in Den Haag, om die ook te blijven doen? 10 jaar lang bestaan wij nu. We hebben een redelijk constant ledenaantal van om en bij de 250 leden. Nogmaals, zoals gezegd, we hebben ons zichzelf kunnen bedrijven. En daarom heeft het college ook ervoor gekozen om alvast middelen te reserveren om deze ondersteuning de komende jaren niet zomaar te laten verdwijnen. En dat vind ik toch wel heel belangrijk, want we kunnen niet allemaal bouwen alleen op vrijwilligers. We hebben ook professionals nodig die omzien naar ouderen en naar mensen met een beperking. Waar staan wij nu? Als ik kijk, en dan kom ik heel voorzichtig aan het thema ouderen aan de knoppen, die leuze is destijds in het project bedacht. En die mochten wij in onze vereniging als erfenis meenemen. Ouderen aan de knoppen was bedoeld als mensen, ga met de computer om, leer daarmee omgaan en ga hem gebruiken in je dagelijkse activiteiten. In een sociaal kader ter voorkoming van sociale isolementen. Want de maatschappij gaat dat van je vragen. Of je dat dan wil of niet, je mag niet meer naar een informatiebalie. Je mag niet meer telefoneren. Je moet het allemaal maar digitaal doen. Als ik kijk in 2004 hoe die ouderen binnenkwamen, dan kwamen die binnen met de melding van, ik heb geen computer, ik weet er helemaal niets van. En voor alle duidelijkheid, we leven hier in een wijk, in een stadsdeel, waar de meeste mensen het
in zijn algemeenheid financieel niet breed hebben. En u hebt zelf geconstateerd dat sociaal isolement bij ouderen dat dat steeds vaker voorkomt. Eenzaamheid, mensen die eigenlijk niet meer thuis wegkomen, kinderen niet meer regelmatig over de vloer krijgen als je die al hebt. En daarbij hebben jullie ook gezien dat de komst van internet en die digitalisering, dat dat eigenlijk een heel belangrijk onderwerp is waar je zeker voor moet zorgen dat die ouderen die aansluiting kunnen maken, dat ze die niet missen. Kijk nu 10 jaar later hoe diezelfde oudere generatie hier nu binnenkomt. Dan komen ze binnen van, ik heb een pc, ik doe ABC, maar ik wil nog meer dingen leren, kunnen jullie me helpen? Met andere woorden, wij zijn van een aanbodgestuurde vereniging, hebben wij ons gemanifesteerd naar een vraaggestuurde vereniging. Wij kijken nu heel nadrukkelijk, wat wil men nu en waar kunnen we die oudere generatie behulpzaam zijn? Als we kijken naar onze succesnummer op dit moment, de workshops, tablets en smartphones lopen vol. Men wil workshops hebben over social media, Twitter en Facebook, is dat wat voor mij? Ja, dan moeten de mensen eerst eens uitleggen wat die überhaupt is. En ze dan vervolgens laten kennismaken van, wil ik dat dan nog wel? En u bent daarbij niet meteen naar de gemeente gegaan, want u heeft, voordat u naar ons kwam voor die computers, heeft u allerlei zaken zelf georganiseerd en in ieder geval het initiatief genomen. En op die manier heeft u ervoor gezorgd dat die ouderen hagenezen, dat die vertrouwd raken met de computer, dat ze het kunnen leren en dat ze uiteindelijk op die manier die verbinding ook goed kunnen maken. En we hebben vrij recent een cursus gestart, die heet computeronderhoud. Nee, we leren de mensen niet sleutelen met de schroevendraaiers, et cetera. Wat wij de mensen leren is om de computer, de harde schijf, netjes in te delen. Oudere generaties, toch een generatie van, ik wil mijn zaakje opgeruimd hebben, opgeruimd en netjes. En men wil dat ook met de pc. En dat is voor onze helpdeskmedewerkers, ook wel zo makkelijk als die pc er een beetje geordend uitziet. Maar dat is niet het enige, want de lessen die jullie hier aanbieden, die lessen als zodanig vormen voor heel veel mensen eigenlijk al een hele belangrijke ontmoetingsplek. Er is ook gewoon tijd voor een kopje koffie en een praatje en de mensen uit de wijk zeg maar hier te leren kennen. En zo snijdt dat mes volgens mij aan twee kanten. Dat is het ene deel van het verhaal van ouderen aan de knoppen, waarbij ik nog wil zeggen dat we vrij recent een telefonische enquête onder onze leden hebben gehouden. Met de vraag van, wat willen jullie van ons? Wat moeten we doen? Wat mis je bij ons? En daar kwam ook een element uit wat ik mee wil geven dadelijk in het debat. Dat een bepaalde groep leden van ons, en dat is de wat oudere generatie, die moet je denken aan de generatie 75+, die zeggen nu van, wij doen nou wel wat met de computer, wij kunnen daar niet mee omgaan met datgene wat wij doen, maar het is wel mooi. De vernieuwingen die nu op ons afkomen, laat dat nou maar aan ons voorbij gaan. En dat is een aspect waarvan ik zeg van, ik snap dat, want de mensen zeggen van nou, als ik dan met een smartphone moet gaan werken op mijn tablet, dan vraag ik het wel aan mijn buurman, mijn zoon, mijn kleinkind, etc. Volgens mij heb ik hiermee aangetoond dat die participatiesamenleving al bestaat. Jullie zijn daar ook al heel vroeg mee begonnen, met dat inzicht. En dat willen we de komende jaren ook voortzetten. Met de crisis is de verzorgingsstaat, die gold in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog, omgevallen in mijn idee. We leven nu in een participatiemaatschappij. Ouderen worden steeds ouder. Ouderen moeten steeds zelfstandig wonen, werken en leven. En de ouderen moeten zelf maar zien hoe ze dat invullen. En ik vind het ook heel mooi dat jullie juist dit jubileum hebben aangegrepen om straks ook een politiek debat te voeren. Want ook dat is natuurlijk de realiteit van de dag. Er komen verkiezingen aan. U weet allemaal wat u moet gaan doen op 19 maart. En dat is stemmen. En straks tijdens het debat mag u uw afweging maken aan wie u het meeste vertrouwen geeft. En die ouderen, die gaan dus dadelijk bepalen wat wil ik nog? Wat kan ik nog? Welke diensten wil ik betrekken? Wat kan ik betalen? Waar leg ik mijn prioriteiten? Met andere woorden, die ouderen neemt dadelijk de regie. En die bepaalt dus wat instellingen, verenigingen zoals wij, maar ook allerlei sociale en maatschappelijke instellingen die diensten en activiteiten bieden, die bepalen wat men van die instellingen verwacht. En als wij nog steeds ervan overtuigd zijn dat wij een vereniging zijn of een instelling met kunde en kennis die we zelf hebben, en wij bieden iets aan vanuit de optiek van, wij weten wat goed voor u is, anno 2014 gaat dat niet meer werken. We moeten ons richten op die individuele burger, die bepaalt wat wij doen. En daar ligt voor ons, en ook voor andere instellingen, een uitdaging. Want zoals ik al zei, zoveel mensen, en dan is het de uitdaging om dat toch vanuit je eigen organisatie, en we hebben het als vereniging nu al mee te maken, om de activiteiten zo te organiseren dat we het kunnen organiseren,
dat we het betaalbaar kunnen houden, dat we de kosten kunnen beperken en dat we de kosten die we vragen aan onze leden, onze deelnemers, ook kunnen beperken. Want zoals gezegd, in Zuidwest-Den Haag is elke dubbeltje een dubbeltje en die wordt heel nadrukkelijk meerdere malen omgedraaid. Hoe zien jullie in deze digitale wereld de ouderen aan de knop? Dat is eigenlijk gewoon, hoe denken jullie dat ouderen dat ervaren, hoe denken jullie dat wij daarin kunnen begeleiden? Ik denk zeg maar dat er voor heel veel ouderen die voelen dat er een soort van noodzaak is om met die digitale wereld mee te gaan. Die merken dat hun kleinkinderen eigenlijk de hele dag op een tablet zitten en dat hun kinderen ook liever iets per mail dan per kaartje doen. Dus de noodzaak is er. En tegelijkertijd leven ze vaak nog in een wereld waarin ze gewoon zelf elkaar bellen, de dingen doen op de manier waarop ze het gewend zijn. En die wereld die willen ze graag ook zo houden. Ja, veel dingen zijn al gezegd en dat herken ik ook. Ik heb veel contact met de ouderen. Ik ben heel actief wel contact met de Stedelijke Ouderencommissie bijvoorbeeld, die overkoepelend is voor diverse ouderenorganisaties. Die hebben niet zo lang geleden ook een onderzoek laten doen naar hoe het gaat met die digivaardigheid van ouderen. Dus kunnen mensen goed omgaan met de computer en waar hebben de ouderen behoefte aan. En er kwamen toch wel een paar opvallende dingen uit. Een van de dingen wat ik herken, wat mevrouw Van Nieuwenhoven net ook al zei, de ouderen bestaat niet. Je hebt negentigers die van nature heel nieuwsgierig zijn en dat gewoon willen en op die leeftijd alsnog les gaan nemen. Omdat ze graag inderdaad met kleinkinderen contact willen hebben op die manier. Maar je hebt ook 65-plussers die het eng vinden en die nog een soort drempel over moeten. Dus de ouderen bestaat niet. Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken van waar je kunt ondersteunen. Dat gebeurt ook vanuit de gemeente. Activiteit Borg ondersteunt. Bij bibliotheken bijvoorbeeld wordt heel veel aan computerlessen gegeven. U bent daar heel vooruitzien dat u daar 10 jaar geleden zelf al dat initiatief startte. Dus voor een compliment. En ik zou eigenlijk alle ouderen willen oproepen, voor zover dat al is, overwin die drempelvrees. Doe er mee, want er gaat letterlijk en figuurlijk een wereld voor u open als u zelf een beetje vaardig bent op de computer. Als het gaat over het onderwerp, dus al open zijn, en wat mij heel veel aansprak in de inleiding van de voorzitter is, op een gegeven moment is het genoeg voor de ouderen, dan willen ze niet meer. En dan willen ze de volgende ontwikkelingen niet meer bijhouden. Althans, zo heb ik uw woorden begrepen. En dat is heel begrijpelijk. Ik ben toch nog een paar jaar jonger dan mevrouw Nieuwenhoven. Maar ik ben ook niet zo piepjong. En ik heb natuurlijk de hele ontwikkelingen van allerlei, van het geschreven brief naar de situatie nu heb ik ook meegemaakt. En soms denk ik, goh, weer wat nieuws, weer een ander programma, weer een ander format. En ik probeer het nog wel, maar ook ik denk dat ik op een gegeven moment toch wel eens aan denk om, maar wat er nu is, dat is wel genoeg en dat vind ik ook heel begrijpelijk. En daarom denk ik ook, en dat is net ook gezegd, dat het moeten, dat moeten we niet doen. En daarom denk ik ook dat het heel belangrijk is, en daar wil ik aan beëindigen, dat we voor elk onderwerp dan ook, dus ook digitalisering, ook het gebruik van dit soort zaken. Het heel belangrijk is dat de gemeente een hulplijn voor ouderen instelt, het 0800 nummer, waarbij wij altijd via de telefoon gevraagd worden, hoe moet dit en hoe moeten we verder. En dat is de stand van zaken nu om dit te doen. Ik heb een hele slimme tante van 88 in de kast gekomen. Slimme tip bij me bij de tijd en die tipt het gewoon om iets aan te raken. Dat komt. Ik kan ook wel uitleggen, want zo dom is ze verder ook niet. Ze heeft in het begin een keer, misschien wat te vroeg zou je kunnen zeggen, een computercursus in de bibliotheek gevolgd. En toen had je nog hele moeilijke computers, dat heette WordPerfect en zo, met allemaal coders. En er is zo afgeknapt dat ze nu ook geen iPad of zo meer wil aanraken. Maar dom is ze helemaal niet en ze wil natuurlijk toch ook gewoon met de bank en met de gemeente kunnen communiceren. Andere uiterste is mijn oude oom Jaap, Amsterdammer. Die is een jaar ouder zelfs nog, die is 89. En daarvan krijg ik per dag wel 3 berichten met allemaal van die zogenaamd grappige series over allerlei onderwerpen. En ik heb daar, omdat ik gewoon aan het werk ben, helemaal niet altijd tijd, omdat al die grappen en rollen maar weer. Het gaat ook wel trouwens vaak over de posities van ouderen.
Vandaag had iedereen over iemand in het ziekenhuis die graag wilde weten hoe die belde met zijn mobieltje hoe het met een patiënt was, goede informatie kreeg. En toen zei de arts van nou, u lijkt wel heel betrokken over het lot van die meneer en fijn dat u nu alles weet. En die patiënt zei van ja, maar ik lig 3 kamers verderop en ik krijg die dokters nooit te zien, dus dacht ik bel maar eens. Dat is dus het punt van al die nieuwe hulpmiddelen. Dus je kunt er echt wel doen. Wij vinden dus zeker dat het goed is om cursussen te geven zoals jullie hier doen, hartstikke goed. Maar dat tevens de dienstverlening zeker van de gemeente in stand moet blijven, ook als je niet op de computers bent. In tijd als politiek denk ik dat wij heel erg een stap terug moeten nemen. Wij gaan er steeds meer van uit dat allerlei dingen digitaal moeten. We zeggen voor jongens, die huisvuilkalender die krijg je niet meer thuis. Die mag je gewoon thuis, zeg maar, ophalen bij het stadhuis. En zelfs dat moest dan achteraf gerepareerd worden. Dat soort voorbeelden, de telefonische helpdesk van de gemeente is nog heel goed. Maar vaak vragen ze dan toch van, mag ik uw e-mailadres? Ja, dan heb je de telefonische helpdesk nog niet helemaal door zoals die moet. Ik vind het een mooi initiatief en ik vond het ook wel inspirerend om te horen hoe vanuit de wijk zelf, zeg maar, dit opgezet is. En als ik nou kijk naar Den Haag, dan denk ik dat we moeten oppassen dat we overal dezelfde formule gaan uitrollen. Volgens mij, en dat is al de voorzitter goed gezegd, moeten we echt vraaggericht kijken wat er nodig is. En een van de grootste problemen die ik in de stad wel zie, is met name de vereenzaming onder ouderen. Nou, dit initiatief is een hele mooie, dat je mensen één weer op die die digitale wereld brengt en een beetje helpt om daar vaardig in te worden, maar ook gewoon dat je hier elkaar ontmoet. Het feit dat je samen die cursus doet. En volgens mij moeten we steeds per wijk gaan kijken, wat is nou de behoefte? Hoe kun je ouderen daar nog helpen om vanuit het isolement weer te komen? Er zijn wijken, ook in deze stad, waar echt grote problemen zijn. En als je kijkt naar Noorderhout, en tegenover een andere wijk, zijn er heel veel mensen die zich een beetje schamen dat ze eenzaam zijn. Veel geld, verstand en zo, en die komen dan hun huis niet uit. Dus daar zou je op een andere manier misschien te werk moeten gaan. Maar ik vind dit dus hele mooie voorbeelden van hoe we het zouden moeten doen als gemeente. Echt vraaggericht, echt kijken wat is de behoefte in de wijk. Waar zitten de problemen? En dan samen kijken hoe we dat kunnen oplossen. Ik ben bibliothecaris van mijn vak, dus ik heb heel veel gelezen. En in de tijd, in de jaren 60, toen ik mijn diploma voor bibliothecaris haalde, toen was het heel erg een gewoonte om in doelgroepen te spreken. Maar ouderen hadden soms grotere letters nodig. Maar dat betekende niet, want sommige jongeren hebben dat ook. En het betekende ook niet dat ze andere boeken gingen lezen dan die ze hun hele leven al gelezen hadden op de dag dat ze 65 geworden waren. En datzelfde geldt natuurlijk ook een beetje voor alles wat met die digitale wereld te maken heeft. Ik heb ook een iPad en daar werk ik ook mee. Ik heb een hulp in mijn huis, wiens kleinkinderen in Australië wonen, en daar skypt ze mee. En ze is ongeveer net zoals ik ben, want wij proberen dat een beetje samen bij te houden. Dus het is niet per definitie zo dat ouderen een heleboel dingen niet kunnen. Wat wel zo is, is dat er soms een extra steuntje bij nodig is. En dat is wat u hier in Moerwijk doet, waar u mee begonnen bent 10 jaar geleden. En wat ik denk ook een heel goed initiatief is. En ik denk dat het alleen maar goed is dat wij als politiek dat vandaag nog weer eens een keer van u horen. Want ik heb het de voorzitter goed horen zeggen, we moeten vraaggestuurd werken. En niet alleen maar aanbod gestuurd. Dus wat dat betreft ben ik ook heel benieuwd om van u te horen wat u van de gemeente en van de gemeenteraad wilt verwachten. Om te zeggen van daar kan ik mee uit de voeten en dan kan ik ook met die digitale wereld uit. Ouderen die kunnen nog heel wat betekenen voor de maatschappij. We worden aan alle kanten afgeschreven. Zo gaat dat. En ik ben nog maar 64 jaar, maar je telt niet meer mee. Dit initiatief laat zien dat ouderen zeker wel meetellen. En ook zeker in staat zijn om een aardig stukje werk te verzetten. Ja, ik ben ook een ouder. En ik vind ouderen staan midden in de maatschappij. En daar moet ook veel meer tijd en aandacht voor zijn. En ook van de ouderen zelf gebruik maken van alle nieuwe ontwikkelingen die er zijn. En als het echt niet kan, dan moeten er drie meer blijven die er altijd geweest zijn. Maar laat je niet wegzetten als een ouder. Zorg ervoor dat je gewoon goed actief meegaat. En doe nog van alles en nog wat er is. Want we hebben een hele grote groep ouderen, alle leeftijdsgroepen, alle categorieën. En wees alles wat je mee hebt gemaakt, alle ervaringen die je hebt. Dat is zo belangrijk dat dat gewoon overgebracht wordt op de jongeren. Dus. Ouderen zijn niet versleten. Maar ga niet tegen een ouderen zeggen, je moet
dit doen. Je moet gebruik maken van Windows 7. Je kan niet meer gebruik maken van XP. Snappen ze allemaal niet. Moeten we ook niet mee lastig gevallen worden. Wij zijn de nerd en de Microsoft stopt. Zeg maar, Microsoft stopt met het beveiligen van XP. Dus dan moet je dat stoppen. Ja. Moet je wel zeggen dat dat niet meer wel. Je bent dus moet het wel afhankelijk zijn van meneer Microsoft. Dat bedoel ik maar. Wij willen helemaal niet afhankelijk zijn. We willen gewoon ons eigen ding doen. En er zijn een heleboel mensen gelukkig die blij zijn met helpdesks. En ik weet het allemaal niet, maar ik ben dan nog van die leeftijd dat ik zeg van, ik zou graag iemand willen spreken. Er is een probleem op zakelijk gebied. Ik zou iemand willen spreken die een of andere regel heeft uitgevonden en die niet aangesproken wenst te worden en zich verschuilt achter het verhaal van de computer. Ja. Wat ik belangrijk vind, en volgens mij hebben bijna alle partijen dat wel gezegd, dat als je kijkt naar de gemeente en de dienstverlening, dat het belangrijk is dat we niet alleen digitaal dienstverlening organiseren, maar dat er ook altijd een loket blijft, dat u altijd terecht kunt. En ik vind, één, als u vraagt wat gaat u eraan doen in de politiek, het zou idioot zijn als wij geld zouden gaan vragen als u voortaan aan het loket wil komen, dat digitaal gratis. Nou, volgens mij wil niemand hier, dat mag ik hopen. Als het gaat over die giroboekjes. Ik moet eerlijk zeggen, kijk, als gemeenteraad kunnen wij daar niet zoveel aan doen. Hè? Dat zijn natuurlijk de banken die dat introduceren. Maar het geeft wel iets aan wat er gebeurt in de maatschappij. En ik vind dat we daar wel eerlijk in moeten zijn. Die ontwikkelingen gaan wel door. En daarom is het juist zo mooi wat u hier doet. U zegt, nou, wij willen ouderen wel helpen om daarin mee te kunnen gaan. Want, binnen de gemeenteraad zullen we allemaal zeggen, we houden die loketten open. Maar tegelijkertijd, het gaat wel door in heel de samenleving. Dus laten we met elkaar ook kijken hoe we ouderen kunnen helpen om daarin ook mee te blijven gaan. En dat vind ik wel heel cruciaal. Ik vind dat wij ouderen recht hebben op respect als het gaat over er zijn andere methoden van communicatie. Waarom mag ik geen brief meer schrijven? Waarom heb ik iets te maken met postbusnummers enzovoort, et cetera? Perfect voor de mensen die zeggen van meegaan in die laatste ontwikkelingen, doen. Maar zelfs de mensen die de laatste ontwikkelingen aanbieden, krijgen nu ook al te horen tot hier en niet verder. Dus wees. Voel jezelf niet de nerd die je moet zijn om een computer te gebruiken. Gebruik hem op de manier zoals jij hem het beste kan gebruiken voor je stukje tekstverwerking, voor je stukje communicatie, naar jouw zin, naar jouw idee. Mag ik daar misschien op inhaken? Want over die giroboekjes, over het online bankieren. Weet u dat in 2019, de boekjes niet meer bestaan, dat je dus alleen maar online kunt bankieren. Dus we praten over 5 jaar, hè? Ja. Dat is een punt. Dus als ik u vraag, van, vult u nog handmatig wat in, achter de mensen achter de tafel, of is het allemaal online bankieren? Ik weet wel dat mijn ouders doen. Ja, precies. Ja, maar ik denk dat wat u zegt is zeer terecht. Ik denk alleen dat er dan weer andere, kleinere banken zullen opstaan die zeggen, wij zullen toch, want het gaat, die meneer heeft natuurlijk gelijk, ja. Laten we heel eerlijk wezen, ik geloof dat we de afgelopen 5, 6 jaar allemaal gemerkt hebben, dat banken niet altijd alleen maar voor ons, met ons geld bezig zijn, maar wel met ons geld bezig zijn. Dat ze voor ons bezig zijn. Nou, daar gaf u denk ik een goede illustratie van. En ik denk dat u ook gelijk hebt, als dat men nu toewerkt, nou, we willen het eigenlijk helemaal digitaliseren. Maar ik ben ervan overtuigd dat er ook dan weer mensen zullen opstaan die zullen zeggen van, wat zijn we aan het doen? Ik vind die huisvuilkalender van mijn buurman vind ik een heel goed voorbeeld. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik dacht opeens in januari, hoe zit dat nou dan? Oh, natuurlijk, dat is vorig jaar ook al zo. Dus dan ga je zoeken en dan vind je dat allemaal op zich. Hoeft dat geen probleem te zijn. Maar we moeten wel als gemeenteraad een beetje toezien, niet alleen overigens voor ouderen, want het kan andere mensen ook ontgaan zijn, dat we dus proberen een aantal dingen wel gewoon op papier te houden. Het zijn niet alleen ontwikkelingen om het je lastiger of moeilijker te maken, maar zie vooral ook de voordelen en de kansen en de mogelijkheden. Als ik even naar mijn vader kijk, die is 76, die heeft ouderen, die beter snel, misschien zitten er heel veel mensen die het ook hebben. En die vinden het dus ideaal, die hoeft maar even te prikken en dan kan hij dat zo op de computer erbij invullen en bijhouden en zo de waarde doorsturen. Maar dat vindt hij een verademing en hij is dolblij dat hij dat op die manier kan doen. En zelf vindt hij online bankieren ook ideaal, dus dat hij niet meer met weer, toevallig hebben deze winter, niet zo strenge winter, tot nu toe dan. Maar zoals vorig jaar, dat je dan niet de deur uit hoeft om naar de bank te gaan als je iets nodig hebt. Dus
ik zou ook echt voor willen pleiten, zie vooral ook de kansen en de mogelijkheden en hoe het je leven juist kan vermakkelijken in plaats van dat het moeilijker wordt. Maar ik mis dat stukje sociale aspect. Dat de mensen de deur uitgaan, praten met andere mensen. Want anders krijg je dus de vereenzaming van de ouderen thuis. Wat denken jullie daar tegenover? Ja, daar wil ik wel graag op reageren. Wat ik u net al vertelde, ik heb veel contact met de Stedelijke Oudercommissie. En daar spreek ik dus vaak ouderen bij themabijeenkomsten. En die vinden dat juist op zo'n manier. Die hebben zelf ook al groepjes gemaakt op Facebook bijvoorbeeld. En die vinden dat hartstikke leuk om op Facebook juist met elkaar contact te hebben. Nee, niet weg dat het fysieke contact ook heel belangrijk blijft. Dus bijvoorbeeld gezamenlijk eten, dat kan een computer natuurlijk niet vervangen. Maar daar heeft de gemeente juist heel erg geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat mensen ook. Vooral ook wel in bijvoorbeeld woonzorgcentra in de buurt die hun deuren ook openstellen, ook voor de buurt. Neem bijvoorbeeld Resthof van Harten, ook voor een van de fantastische initiatieven wat hier in Den Haag is bedacht, helemaal uitgerold is, dat mensen ook op die manier wel gezamenlijk kunnen eten. Dus dat moet natuurlijk blijven. Maar dat zijn aparte groepen die daar komen, maar dat is wel verhaal, komt niet iedereen die hier zit. Dat zijn weer aparte doelgroepen, die mensen die bij een stad van hart komen, die hebben soms niet eens een computer en die komen dus daardoor om juist de contact te onderhouden. Ja, dat is dan voor de gezelligheid, maar de computer, wat ik wil proberen is dat de computer ook een stuk gezelligheid kan vinden, door mensen online gewoon zelf kunnen, op Facebook kunnen uitwisselen en die vinden dat ook leuk is, mij verteld. Het punt is natuurlijk, als je bijna, zoals ik heb bijna 10 punten. En mijn probleem is, ik was in het buitenland, ik was op iemand anders computer. En dat ik gaf elke keer aan dat ik de stroom typte. Gelukkig kon ik via de Facebookpagina mijn eigen tempo intypen en dan versturen. Dus ik had aan mijn zus gezegd, stuur het via de Facebookpagina, want op de gewone internet met een e-mail, dat typ ik dan zo voor kennen. Ja. Mijn vader is beroemd leider geweest van Groep Huis de Musse. En wat ik hier in Moerwijk dus tegen ben gekomen, dat was een zware verloedering. In de laatste 10, 15 jaar. En wat ik ook bij mijn vader in zijn werk zag, dat zag ik ook in dit plek gebeuren. Ik zat ook op ICT en ik zag daar iets staan van de heer Marie van Delft. Met in de wijk, ik denk, ik was nieuwsgierig, hè? Ga zo maar door. Ja. Ik ga eens kijken, in een mailtje gestuurd en ik ben met hem samen gaan werken. Ik ben gestart met een bloemenwende. Die heeft ook de groene blinker ontvangen, dat is met de jeugd van Moerwijk. Arme kinderen. Kinderen die veel aan vandalisme leiden, alles van die wereldmaatschappij. Ik weet niet wat voor ons. Dus het idee van ICT en de sociale samenleving, daar moet aan gewerkt worden. Ja, je moet dat combineren. Ik ben blij dat die discussie zich heeft ontsponnen. Ik wil één ding over zeggen. Ik ben een redelijk fanatiek gebruiker van automatiseringsdingen, van computers en dergelijke en tablets en andere doen meer. Dus ik ben geen tegenstander. Maar waar ik op wil wijzen, dat is het gevaar van, zoals die mevrouw het opschrijft, je raakt vrij snel in een soort van isolement, wat zich lijkt te vertalen in sociaal, een sociaal netwerk als een Facebook en dergelijke, leuk, maar je hebt geen oogcontact. Je hebt geen contact meer met de mensen. En ouderen en eenzaamheid. Het is een heel vervelend aspect, maar daar moet aandacht aan besteed worden in elke wijk weer. En dat weet je niet met een computer, dat weet je niet met contact via snel. In de economische pagina die wij geschreven hebben, staat ook dat wij hebben te lijden onder het leeglopen van winkelstraten. Wat zou het nou toch fantastisch zijn om een aantal van die nutsbedrijven, zoals we dat vroeger noemden, nutsbedrijven, wie weet nog hoe het heet, netjes met een balie te voorzien, van een balie te voorzien met een bosje bloemen erop, daar een meneer die ter zakenkundig is, een vrouw die ter zakenkundig is, te woord staat. Ik geef u op een briefje, mensen van de generatie waar ik ook toe behoor, zo onderhand, zullen ons dankbaar zijn om de eenvoudige reden dat A, ze hebben weer een aanspreekpunt.